Oh, zijn pet wordt gejat op de vloer gegooid. Wee joh, wie is dat? Vakka gangsters! Hallo dames en heren, vet dat jullie weer kijken naar een Splitsplinter nieuwe video. Ja, zeker. En Martijn in de building, je weet toch. En deze gozer chillt ook mee. Ja toch. Hé, hoe heet jij? Simon. Simon en... Martijn natuurlijk, ja, mij kent iedereen. Ja, iedereen kent Martijn wel. Maar mensen, ik zit op dit ding omdat ik dacht dat het heel erg cool was, maar eigenlijk is het nog best niet wel eens... zwerverig ja. Om je invloed te maken. We zitten gewoon fucking op een prullenbak, what the fuck. Oké, we gaan eraf, weet je. Dit heeft geen zin. We staan op Arthur's even. Ja, wat the fuck. Hey, dat is mijn deur hè jongens. Hij zit op slot vandaag. Ja. Anders komen we de inbreek. Oké, jongens, we gaan. Oké, nou ga ik springen jongens. 3, 2, 1. Oh! Eerlijk, zeg even hard. Die was echt hard. Ja, wel man. Maar jongens, wij gaan naar Berkel toe en dan gaan we daar chillen. Er staat ook heel zielig met sigaretten, Jans, om de trekjes te nemen. En oh ja, shit. Brand... Nou mensen, we zijn weer bij Vaag gaan chillen. Het is gewoon niet normaal gewoon. We zijn altijd, ik geloof dat elke vlog gewoon Vaag is gewoon. Maar we zijn nu bij Vaag en... ja, dat is het logo van Vagen, weet je. Gewoon een zwarte, mat zwart geloof ik. Ja, zo noem je dat geloof ik. Kijk. Oh, die is wel ziek. Oh, die wil ik ook laten kopen. Ewa. Daan. Fakka Daan. Jeroen. Ewa. Ewa. Hij stak jouw fucking schoen in de fik. Yeah. Hey. En Martijn, shit. Oh ja, nou, hebben jullie al gezien natuurlijk. Ja. We gaan straks weer naar Bergsenhoek. En dat wordt natuurlijk hartstikke leuk. Toch? Dat wordt leuk toch, Daan? Ja, sowieso. Wat heb je in je hand? Oh, zijn pet wordt gejat op de vloer. Wee joh. Wie is dat? Huh? Wie is dat voor een? What the fuck? Die man. No, what the fuck? What the fuck? Zo'n gozer hè. Die pakt opeens mijn pet af, zo'n man. Wat? Maar we gaan straks naar Bergsenhoek en het wordt hartstikke leuk natuurlijk. Dus blijf lekker kijken. En alleen maar vuur. Zeker. Martijn, zeg wat leuk. Doei! Simon is aan het bellen geloof ik met zijn vader. Maar mensen, ik ben nog steeds in Berkel, want we blijven een beetje plakken ofzo. Ik weet niet wat het is. Maar we zijn bij de kerk in Berkel. Ik weet ook niet waarom ik dat zeg. Maar Jeroen, hoe gaat het met jou? Goed. Goed? Ja toch, relax man. Kijk, de hele tijd zit daar zo'n zwart puntje, ik weet niet wat dat is. Gaat goed. Maar ik krijg een nieuwe camera, hoe vind je dat? Ja, ik vind het helemaal mooi. Ja toch? Maar kijk, ik ben die man, die kantelt ook. Ja, die man kantelt opeens mijn pet. Ik dacht, what the fuck, mijn pet is gewoon weg. What the fuck, hij krijgt zijn shirt omhoog, ik weet het ook niet hoor. Maar Martijn. Dat is Gabrielle, die werkt daar. En dat was vroeger een chick van mij, dat is gewoon een ex van mij. Yo. Die werkt daar, kill, bij die kapper. What the fuck? Yeah, oké, niet fokken met een plukje, jongens. Ik heb je goed. Hé, laat hem aan. Oké, mensen, ik zat opeens te denken, weet je wat er net gebeurde? Er kwam een man, die pakte mijn pet af, hij zegt, doei pet, uit de vlog. Zegt hij zo, what the fuck, hij pet. Ik dacht, what the fuck, wie is dat dan? Maar dat is wel grappig, we zijn nu in een garage. En ja, je komt altijd wel heel vaak popo, maar anders moeten we gewoon rennen ofzo. Mensen, ik loop terug naar huis. Ik geloof dat het bijna 4:30 of zo 5 uur is. En hoe heet dat, ik heb dus, ik was zeg maar soort van aan het lopen en ik keek naar mijn tas. En dacht, fuck. Nou jongens, goed kijken. Ik ga hem even open doen, wacht even. Heb ik gewoon een box van iemand in mijn tas. En weet je wat grappig is? Dat ik gewoon niet weet van wie die box is. Echt een kut leven. Maar ja, even dicht doen. Jongens, sorry. Zo. Maar ja, dat is zwaar kloten. Maar ik ga nu naar huis, want beneden komen inderdaad, had ik al gezegd geloof ik. En ja, even kijken wat er allemaal gebeurt. Zo awkward als mensen er zijn en dan durf je gewoon niet meer te praten tegen de camera. Altijd is dat zo. Maar mensen, ik ga straks naar huis. What the fuck. Ik ben nu naar huis aan het lopen en ik ben straks thuis, bedoel ik. En dan, ja, dan zien we wel wat we gaan doen. XX, dat is de eerste. Dus die gaan we uitprinten. Er komt daar dus een soort kaartje uit. Zo. Dus die is klaar. Als die er nou uit wil, ja. Deze is klaar. Die ga ik dan straks opplakken. Daar gaat hij. En dan doe ik, huppakee, snijden, En dan heb ik hem, mensen. Ik ga even opplakken en dan laat ik het zien. Nou mensen, die staan op de Cast of Fame. Moet je even kijken. Max Gaming NL en Jennifer. En als jij nou denkt van, hey, ik wil eigenlijk ook wel op de Cast of Fame. Ik wil ook op Arthur's klerenkast staan. Dat kan zeker, mensen. Dan moet je even een reactie plaatsen. En dan heb jij kans om op de Cast of Fame te komen. Dus dat is super spannend. Want misschien ben jij de volgende keer wel aan de beurt. Dat is toch super leuk. Dat is best wel spannend. Maar mensen, ik ga even lekker chillen. En ja, dus ik ga geloof ik met... hoe heet dat? Lucas chillen en nog een paar mensen. Maar iedereen van de groep is naar een vriend van mij, Daan. En daar gaan we juist niet heen. Ik weet niet, iedereen is daar. Maar ik en Lucas en nog een paar mensen willen naar het dorp toe. Valerio geloof ik. Die komt er ook weer aan. Die is wel gezellig. Dus... Oh, gaan we vloggen? Mensen, we gaan even vloggen natuurlijk. Even vloggen? Dat huis hè, wat heel hoog ligt. Het is begaande grond. Dat is haar huis. Het is begaande grond. Oh, wil jij niet? Ja, het is zeg maar, kijk, je hebt zeg maar die muur en dan heb je één deur en dat is het één zeg maar, het is Los Bordeaux heet de straat. Ja. En dan heb je huis nummer 1. Maar het is ook maar één huis in de hele straat. Oh, ik dacht dat je daar boven woont. Nee, het is zeg maar gewoon die eerste deur aan de muur, weet je. Maar we kunnen wel toch naar boven om de uitzicht te filmen. Ja, dat kan wel. Oh, dat gaan we een keer doen, ja. Ga ik bij je chillen en shit. Ga ik een keer mee naar je stage. Ja. Weet je wat er gisteren was? Oké, wacht. Willen jullie een SO doen? Een SO doen! Ja, naar mijn moeder. Wacht, ik ren even naar jullie toe. Nou, oké, dan gaan we straks naar Berkel. We moeten even wachten. En dan hebben we geld en dan zijn we blij. Eindstand. Ik heb ook een SO doen. Oké, even SO. Ik doe een SO met Mattie Arthur. Ja, man. Ja, toch. Bang, bang. Bang, bang. Gewoon boef. Gewoon boef, man. Zeg maar, doe. Gewoon boef, man. Ik heb vrienden, yes. Yes, high five. Yeah, even boksen, geen knuffels, even stoer, weet je wel. Bam. Oh, yo, gangsters, yo. Fakka, fakka. Oh, ik heb eindelijk vrienden, jongens. Ik ben zo blij. Oh, en we gaan geld pinnen. En we gaan €500 pinnen. Zij doet altijd haar handje voor haar mond en zo. Ik vind het echt raar. Maar ja. Jij, Daan? Daan? Ja. Niet weglopen. Huh? Vertel me wat. Ja, gewoon opnieuw. Vertel me even. Ah, je daar zo. Daar zo. Ja, man. Ja, gewoon boef, man. Gewoon Daan, man. Hey, hoe was het met die vent? Oh, safe. Oh. We gaan dat doen, jongens. Dit wordt leuk. Kut. Oh shit. Fuck dat, telefoon krijg. Kut iPhone! Ik koop hem! Lekker voor je. Hallo. Oh, dat is mijn vader trouwens. Hallo. Hoi. Ja, ik heb alles gedaan. Je mag ook op de vlog kijken, dan zie je dat ik alles heb opgeruimd. Oh nee, toch niet? Ik wil niet depressief worden. Oké. Oh, shit, oké, nou is het klaar. Shit. Ja, je is gewoon boef. Gewoon boef, man. Gewoon Daan, man. Gewoon Daan, man. We gaan ook met z'n allen naar Berkel trouwens. Oh dat is echt. Moet je dood? Ik ga niet naar Berkel hoor. Moet ik dood? Oké. Ja, graag. Even grapje. Oké, mensen, we gaan straks naar Berkel toe. Dit is geen ABC-ding. Ja, voor het eerst op mijn zadel geholpen. Je bent echt. Sta ik gewoon weer in Bergsenoek. Oekoe. En ja, ik was net naar de wc gegaan. Ik weet niet waarom ik dit ook vertel, maar het is gewoon leuk om over iets te vertellen. Gaan we naar de schommels toe nu? Ja, we gaan lekker samen lopen en naar de schommels. Dan gaan we weer omdraaien en dan gaan we naar de schommels. Ja? Weet ik, maar we gaan weer net met z'n tweeën lopen. Dus we lopen af, oké, ja, we gaan met z'n tweeën lopen. Fakka! Ja, zij zit de hele tijd te stalken en zo, man. Ja, nee, maar daar heb ik geen zin in. Nee, maar daar moet je mee nemen. Echt geen zin in. Wat zei je? Nee, daar moet je mee nemen. Ik kan niet hier midden door dat. Wil je wat in de vlog zeggen? Oh ja, shout out naar iedereen. Ai. Er kijken 4000 mensen per dag, hè, dus nice. Hé, later, man. Lekker op YouTube. Jawel, dat gaat goed, zeker. Maar oké, we gaan verder met dat kutverhaal van haar. Nee, dat was het. Oh, ik heb er niks van verstaan. Nou mensen, ik ben aan het fietsen. Dat is al heel leuk natuurlijk. Zij zitten me de hele tijd te stalken, jongen. Ga weg, rotkind. Nee, geintje. Mijn fiets is dood omdat jij mijn fiets hebt aangedaan. Ai, dat is trouw, dat is trouw. Oké, wacht. Kun je dat stukje uit je video, schat? Ja. Kun je dat stukje uit je video knippen? En dan zeg maar al die paar seconden en dan even naar me doorsturen? Ja, is goed. Kun je dat doen? Ja. Die hebt WhatsApp dat gewoon? Wel, hoor. Ja, dat vind ik ook leuk. Dan gaan we op Instagram zetten. Kom, we doen dat. Ja, maar ik heb maar 5 minuutjes door. Ik ga er even mee weggebracht. Oh, en toen dacht je, ik neem je fiets. Waar heb je die fiets vandaan dan? Van Berkel. Oh, van Berkel. Ja. Nou, ik begrijp helemaal geen tyfus van allemaal, maar... Ja, en ik dacht geen... Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ik zie je wel fietsen naar huis hoor. Wat dan van? Hallo? Nee, oké. Dan niet. Dat is mijn nichtje hoor. Oh, is dat je nichtje? Ik zei hallo tegen je nichtje. Dat is toch aardig? Oh, fuck. Hoi. Hoi. Nou, daar ben ik dan. Bij al die drukke mensen alleen maar. Fucking druk altijd. Dan nog een keer af. Nee, zeg maar de standaard dat ik die opklap. Dat is cool. Oké. Wat? Ik zie jullie zo weer. Zeg eens het. Doei. Martijn. Morgen weer naar buiten. Dus Job. Achternaam weet ik niet. Job van de Plas. Oké, jongens, we gaan beginnen. Job van de Plas, valt me aan! Oh, dat was eerlijk, dit was goed gedaan. Hé Lucas, eerlijk, dit was goed gedaan. Valerio valt me aan! Auw! Doe eens. Hou me tegen! Hou me tegen! Het is allemaal hartstikke gezellig natuurlijk, samen met Valerio. Ja? Zeg maar doei. Doei. Harder, doei. Doei. Zeg maar doei, Jacob. Doei, Jacob. Oké, later. Valerio zit gewoon een uur, zit hij zijn checkie te draaien, het lukt steeds niet. Eén, zijn check valt gewoon opeens uit zijn hand, weet je wel. Hij is gewoon boos nu en hij zit de hele tijd weg te lopen omdat hij zijn checkie niet kan draaien. Super grappig. Nou, daar zijn we dan. Zijn we nu een soort van ergens anders. Waar zijn we? Ja, weten we niet. Maar we zijn bij een parkeerplaats. Fucking mooi. Misschien weten we dat plekje daar toch. Trouwens, dat kan wel trouwens. Want dat is dan de bol, zeg maar, van het begin. Even kijken, daar is dan een bol. En dan kan je zeg maar een soort van, ja. Ja, dat kan toch? Zeg maar gewoon ja. Nee, dat is wat school. Dit is school, ja. Er zijn fucking veel mensen daar. Hoeveel zijn daar nu? Een stuk of 10. Hè? Ja, ik denk... We mogen niet weten dat wij hier staan. Man. Ja. Als we komen moeten we vol. Kankerbest. Zo! Best. Dat was wel mooi. Heb je die gewoon weg? Ja. Ah, dat is wel lauw man, ik zeg je eerlijk. Dat was zeker gaande mensen. Maar we gaan even verder chillen en roken. Nou mensen. Oh, alsof we het over de duivel hebben, jongens. Ja. Nee, maar het zijn echt geen duivels, serieus. De politie keek ook mijn video's. Ja. Serieus? Ja, want die agent die zei, hé, daar hebben we die vlogger weer, zei die. Of zo, maar dat is wel grappig. Maar waarschijnlijk is het omdat mensen die ze af en toe met jou hebben gezien. Ja, dat bedoel ik. En dan waarschijnlijk krijgen ze de roddels van, ja, die gaat met Arthur om. Ja, het is... Ja. Bij de politie ben ik bekend in ieder geval, dan weten we dat. High five. Maar dat komt gewoon omdat ik 4 uur s'nachts buiten liep en dan mijn auto niet helemaal oké. Maar vandaar dus, onze groep is een beetje populair aan het worden. De wijkagent was op vrijdagmiddag ons dagelijkse gast. Om 3 uur, mijn moeder zit aan koffie, de wijkagent kwam. En toen ik met mijn moeder praten en ik verdween altijd gek boven. Ik zorgde dat ik voor 3 uur weg was. En was gewoon, ik weet waar die woont, ik weet of die kinderen reed. Ik heb er alles van, alles voorbij. Wow. Maar mensen, vandaar dus niet denken dat we rare dingen doen. Het is gewoon een grote groep en dan is de politie meer alert dan als je in een klein groepje staat. Dat is het hele verhaal, trouwens. Waterval. Kijk. Waterval. Jongens, kom, we gaan verder. Okay. Nee, maar dat is toch lekker? Waarom gooi je dat weg? Ik weet niet. Waarom gooi je dat nou weg? Nee, het is een Fanta. Mag ik het gooien? Nee. Gooi! Nee. Kijk hoe leuk dat was. Als er geen chips van 70 cent is... Oh, dankjewel. Als er geen chips van 70 cent is... Ja, ik heb al vaker doorgekregen dat ik niet in de winter mag filmen. Oh, oké. Nou, dan doe ik gelijk uit. Waarom binnen elke keer keer? Weet je wat het is? Ik vind het leuk om een soort van mijn leven te filmen. En de plus is ook iets waar je heen moet gaan. Maar we mag hier binnen niet filmen. Ja. Dat hebben we nu al vaker gehoord gekregen. Moeten we je nou echt een minimumverbod geven voordat je eindelijk naar ons gaat luisteren? Nee, oké. Dat is het probleem. Ja, want ik wil helemaal gerust met je. En als je nu wegloopt, zet je je middelvinger ook weer achteraan. Dat maakt niet uit. Ja. Dat heb je nu al vaker gedaan. Toen kan ik ook vanwege. Ja, maakt niet uit. Dan ga ik ook geen discussie met je over hebben. Maar... Ik heb nooit de middelvinger naar iemand gestoken. Gewoon een keer geluisterd. Ja, oké. Ja? Mag ik vragen wat? Dan hoeven we lekker geen ruzie te maken. Nee, we mogen wel. Geen probleem, we vinden het ook niet. Mag ik dan wel een normaal vraag doen? Waarom mag je niet eigenlijk niet filmen? Het is eigenlijk een soort reclame. Ja, eigenlijk wel. Er kijken 4000 mensen. Ja, maar dan mag je naar Jordi gaan, naar Jordi Koelhuis. En dan zeg je van, ja, nou, dan ga je naar hem toe. Dan zeg je, Jordi, ik wil mijn leven filmen. Ik wil jou als reclame. Ja. Dan mag het. Maar het mag alleen op toestemming van het bedrijf. Okay. Nou mensen, vet dat jullie hebben gekeken naar de video. Doe een duimpje omhoog natuurlijk. En abonneer even op mijn kanaal. Kom op jongens, jullie kunnen het. En ik moet nu, vandaag geloof ik, moet ik nog gaan filmen voor YouTube. Dus dit is het einde van deze video. En die vrijdag komt, die ga ik nu ook filmen. Dus het wordt helemaal gaande jongen. Alleen maar vuur mensen. Ik zie jullie later.